Hallo dames en heren en heel erg tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben nog helemaal ondersteboven van de test die ik gisteren heb gedaan met mijn auto. Als jullie die test willen zien, dan check even de vlog van gisteren. Linkje staat wel in de beschrijving. Het was echt een hele bizarre dag. Moet je zeker weten kijken als je van hele dikke auto's houdt. Echt serieus een aanrader. Maar kunnen jullie je nog herinneren dat ik laatst met deze ging schieten? Als jullie dat hebben gezien, dan weten jullie ook dat deze echt heel hard schiet. Nu is dat ondertussen 2 dagen geleden en ik zal even aan jullie laten zien dat ik gewoon allemaal balletjes, dat kan je zien namelijk, op mijn buik heb hier. Kijk dan. 1, 2, 3, 4. Niet goed hoor, niet goed. Sok is natuurlijk ook wakker. Goedemorgen Sokje. Hallo. Wat heb jij grote ogen? Ik denk dat ik deze trouwens vandaag gewoon ga meenemen. En dat we maar eens even kijken wie we tegenkomen. En dat we dan zo... Ja, je snapt het idee. Het zou raar zijn als ik deze in één keer ga gooien op iemand. Zo. Oké, jullie snappen het. Dit blijft gewoon mijn ochtendritueel. Mijn moeder werd altijd zo pist op mij als ik uit de fles of zo'n pak ging drinken. En dan werd ze echt serieus helemaal lijp. Hé, zo doe je toch niet? En ik heb deze keer, dit is wel echt even verschrikbaar. Ik heb deze keer broodjes kipfilet. En niet met chocopasta. Oh my god. Mm. Goeie. Oh! Je moet het balletje wel even uit de koelkast halen. Wow, ik doe een ontdekking. Het wapen past bij mijn auto en bij mijn outfit. Hoe zeggen ze dat in zo'n film? Let's lock and load. Nou, ja, zoiets, een soort van stoere scène. Voor de mensen die het niet weten, ik luister echt bijna alleen maar rapmuziek. Ik vind het gewoon zo super chill. Dat doe ik echt al heel erg lang. En de laatste tijd zijn er echt super toffe albums uitgekomen. Denk bijvoorbeeld aan wat ik nu luister van Youngboy Never Broke Again. En er was ook een tijdje geleden een album van Trippie Redd. Die heeft ook net zijn deluxe editie gedropt. Met wat extra nummers. Super hard. Trippie Redd is echt... Oh mijn god. Oh, kom ik erbij? Kom ik erbij? Ah. Yes. Ik heb hem. Zo. Ik heb nog steeds heel af en toe die kriebelhoest. Dat is zo irritant hè, als je een kaartje wil pakken en je komt er net niet bij. Album van Justin Bieber. Dat is dan wat minder gefocust op rap. Maar dat kan hij ook zeker weten. Alleen, die is ook echt heel erg tof. Favoriete nummer van het nieuwe album van Justin Bieber is Forever van mij. Die samen met Post Malone en nog iemand, die is zo hard. Echt niet normaal. En het meest favoriete nummer van mij op dit moment is van Jack Harlow. En die heet What's Popping. Het staat ook gewoon in beeld. Ik heb nog nooit van die gast gehoord, maar echt, dat nummer is echt fire. I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got ready. Ja, hij dropt er ook zo lekker in. Wow! Niet normaal, echt niet normaal. Weet je wat ik een beetje mis bij mijn auto als ik hem dicht doe? Dat je dan zo hoort... Pliep, pliep. Volgens mij heeft Mercedes dat wel. Bij de nieuwste, zeg maar. Pliep, pliep. Ik weet niet, is wel cool of zo. Ik doe wel de lange slip. Ja, ook de lange slip. Ik heb geen idee wat betekent. Ja, let's go, man. Oei. Die doen we even opnieuw. Dat was de lange slip. Hey. Applausje. Oké, let's go. Oh. Oh shit. Hij vroeg, mag ik een stukje met je meerijden? Ik zei, is goed, als jij voor de vlog een sick trucje doet met je fiets. Nou, ik vond dit wel echt sick. Oké, let's go. Ja, oh, kom op man. Oh, Willy. Zo, dat was een beetje zo'n Willy van Grand Theft Auto, weet je wel, GTA. Maar kom op man. Kom op man, gooi hem.
Juist. Oh. Ja, volgens mij is dit wel moeilijk hoor. Willy. Sick. Ja, ik wil ook wel een rondje rijden. Maar ik heb jou net zien vallen. Ik ben bang dat dat bij mij ook gebeurt. Maar... Let's go Enzo, kom op! Oh, lekker! Yo! Moeilijk man. Deze fiets weegt ook niks, hè? Maar... Nee, 4 kilo. 4? Nee joh, gek. 4 kilo, je bent helemaal lijf. Dit is een klein frame, hè? Ja, je bent helemaal lijf. Ja. Ja, hij is wel heel licht in ieder geval. Oké, belofte maakt schuld, mensen. Oh, dit is de eerste keer dat ik in een Lambo zit. Maar wat voor vest heb je aan? Van Ferrari? Ja. Ja, waarom heb ik geen Lambo vest aan? Ja, daar had ik het budget niet voor. Oh. Ferrari was al duur genoeg. Ja, snap ik. Oké, komt ie. Klaar voor? Yes, let's go. Holy shit! Jezus! Oh, dit is echt heel heftig. Dit is heel heftig. What the hell? Dit is heel ziek. Oh ja. Oh. Lekker hoor. Okay. Holy shit! Heel ziek. Aangezien de reactie zo leuk is, dan gaan we in plaats van rechtdoor dat ik jullie afzet, gaan we hier naar rechts. Gaan we nog een klein stukje. Oké. Hoe gaat hij achterin? Ja, top! Top! Zet ik jullie hier af. Super, bedankt. Ja, geen probleem. Bedankt, man. Super. Echt bedankt. Geen probleem, man. Ja, is echt super vet, man. Dankjewel. Rustig aan? Nee, hey, rustig. Hoorde je hem gillen? Ja, leuk, man. Die energie. Dat hypt mij ook weer. Dat is echt lekker. Oké, goed. Gaan we even een klein uurtje rijden? We gaan... Ik weet trouwens geen eens waar ik heen ga. Ik heb gewoon een locatie doorgekregen. En daar rijd ik nu heen. Ja, we hebben er weer eentje. Een KP-kenteken. Blijf ze naar me doorsturen. Ik word er niet gek van. Ik vind het alleen maar leuk. Er gebeurt namelijk echt nog superveel dat ik vermeldingen krijg op mijn Instagram. Dat iemand weer een KP-kenteken heeft gespot. En het allerdikste is natuurlijk als er een KP-kenteken is op een hele dikke auto. Maar over het algemeen is het gewoon lachen om te zien. Blijkbaar ben ik nu in Apeldoorn. En ik ga heel eerlijk zeggen, de beste reclames ever, Apeldoorn. Even bellen. Jullie kennen hem waarschijnlijk allemaal wel. Ik vind die reclames... Oh! Huh? Ik vind die reclames van hen altijd zo geniaal. Echt niet normaal. Ik weet niet of ze nog steeds reclames maken. Volgens mij wordt het alleen uitgezonden op tv. En eerlijk gezegd, het enige wat ik nog steeds doe op tv is Netflix. Gewoon een filmpje kijken. Of David Dobrik's vlogs. En die stream ik dan naar mijn tv, zodat het gewoon wat groter is en op goede boxen kwaliteit. Maar die reclames waren echt altijd on point. Ja, echt goed. Oké, we zijn op een industrieterrein. Dat snap ik wel. Want op een industrieterrein heb je vaak grote loodsen waar gesleuteld kan worden. Maar ik ga het jullie wel even allemaal laten zien weer. Ik ben hier nog nooit geweest, dus we gaan eens even kijken hoe het eruit ziet allemaal. Nou, is niet zo moeilijk te vinden in ieder geval. En ik heb ook mensen achter me aan zitten, geloof ik. Ik dacht eerst, misschien volgt undercover politie mij. En zit ik straks opeens in zo'n programma of zo. Maar ik heb gewoon echt heel netjes gereden hierheen. Ja, als je me dan zo lang volgt, zeg maar, kom dan ook gewoon naar me toe. In plaats van daar blijven staan. En dan doe ik een duimpje omhoog en dan ook gewoon niet reageren, hè. Gewoon geen reactie. Oké, we gaan gewoon naar binnen. Hij staat er nog steeds en hij zit op de hele tijd te kijken. Misschien heeft dat indruk gemaakt, ik weet het niet. Wat is die guy aan het doen? Ik snap het echt niet. Nou, ik ga in ieder geval naar binnen. Ik ga niet de hele tijd hier wachten. Als het goed is, is het hier. Ja, van Dylan. Ja, nu toeteren. Oh, hij laat de auto uitvallen. Ja, ongemakkelijk. Later. Ja, en dan nu toeteren, hè? Nou, zo. Oké, nou, hier zijn we. En hier gebeurt het. Wat een zieke kleur ook gewoon. Ja, hè? Ja, echt wel dik. Ja, en... Het is zelf wel ducttape kleur. Ducttape kleur. Ja, inderdaad. Maar wat zijn jullie aan het doen nu, zeg maar? Nou, we hebben net even de auto afgemaakt.
Zo, die spoiler van Boas auto is echt overdreven gewoon. Ja, dat is gewoon een eettafel. Voor de hele familie. Ja, je hebt wel eens van die filmpjes, van die autofilmpjes, dat echt zo'n super mooie chick zit dan hier zo tussen met de benen en die heeft dan hier een hamburger en dan gaan ze zo driften, weet je wel. Moet jij nu gaan zitten en dan komt Boas eraan. Ja, maar ik ben geen mooie chick. Ja, maar ik knijp. Oké, nou ja, Boas die komt straks, we hebben geen idee waar die is. Maar ja. Aan het schijten, oké. Nou, dat is dus aan de hand. Maar, maar dit is dus de plek waar ze aan het sleutelen zijn met de auto. En ja, er moeten nog wat dingetjes gebeuren. Wat precies, ik heb geen idee. Maar dit is dus Boas' project. En dit is dus de auto van Anna. En die wordt helemaal getuned en alles. Noem alles maar op. Echt sikke gangster, pimpvelgen ook. Dus ja. Hé, hey, dit is gewoon bijna mijn naam, dit. Lenzo. Enzo. Nou, soort van. A few moments later. Hey! Hey, pannenkoek. Ben jij er ook? Nee, ik ben er. Pannenkoek gisteren was lekker, hè? Ja, dat is lekker. Ja, vooral die Dylan had gebakken, die pannenkoek. Ja, die was echt top. Ja, hoe gaat het met de auto? Ja, hij is af. Alleen niet sleutel, ik heb. Ja, dit is echt typisch Boas. Je hebt geen sleutel, gast. Maar wel echt super sick. Dit wat zeg maar hierop zit. Ik heb ook een wrap op mijn auto en dit is ook een wrap. En daar ligt zo'n föhn. En dat hebben Boas en Dylan dus samen gedaan. Ja. Dat is wel echt sick. Eigenlijk heeft Dylan het helemaal gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar want ik heb wel veel handjes hulp gekregen. Nice. Want goeie. Ik heb dit. Ik heb geen idee hoe auto's werken, maar ik heb gewoon het hele dashboard, alle kabels losgetrokken en ik heb hem gewoon weer in elkaar gezet. Echt? Ik zie eens hoe het eruit zag. Nee, ik heb het niet gezien. Hoe die auto eruit zag al bewegen, dat was... Als je dat zeg maar zo hier staan, denk ik, deze wordt een vuilnisbelt en die krijg je nooit meer in elkaar. Oh, ik ga nog steeds zo slecht op jouw duim. Ja, jouw duim is echt de aan. Komt ook door deze auto. Ja. Kijk, hier heb ik hem naar gemaakt en toen weer helemaal opgebouwd. Gast, dit is gewoon voor mij allemaal metaal. Ja. Maar best knap, toch? Ja, nu dit. En zeg maar, ja, los van dat hij nu even niet start, doet hij het helemaal weer. Ja, dat is wel sick, man. Ik kan niet wachten om weer met deze auto te driften. Ja. Oké, ik heb hier 2 sinaasappelstukjes. Let op, hè. Je ziet hoe hoog het plafond is, hè? Ja. Ja, dus... Nooit, zat hij. Oei, joh. Was het op zijn hoogst? Of kan hij nog wat hoger? Gas, hij raakt zo'n stukje van het metaal. Gewoon een beetje stof meenemen. Ik doe dit gewoon te vaak thuis, gewoon uit verveling. Ik kan ook zeg maar een ei in mijn mond doen en dan uitspugen en dan weer opvangen. Ja. Echt heel vaak, oké. Nog een keer, hè? Laat nog een keer zien. Oh! Dat zei het al, ik doe dat te vaak, ik kan dat te goed. Dat is niet normaal. Dat is sick, hè? Ja. Ik heb trouwens wel iets leuks meegenomen. Ik ga dat even halen uit de auto. Ik ben benieuwd of jij dat ook kan. Oké, daar gaan we. Yo, Boas, wil jij even naar de ingang komen en mij helpen? Oké, als die deur open gaat, dan bang! Dit is gewoon 2 vliegen in 1 klap. Dus eerst Boas en dan straks Dylan. Ik hoop niet dat iemand van het bedrijf in 1 keer die deur open doet. Emma! Oké, zullen we nu samen Dylan pakken? Ja, dit doet echt best wel pijn. Het doet toch normaal nooit pijn? Ja. Hier, check dit, gast. Dit is van 3 dagen geleden ongeveer. Oh mijn god. Wat kan dat? Dat ding is illegaal, hoor. Ja, hij is hard, hè? Nee. Hey, ik schiet niet nog een keer. Nee. Maar echt niet normaal. Als je zeg maar schiet, dan echt... Oh, hij kwam weer terug. Ja, en daarna op mij. Sick, hè? Ja. Ja, het is echt... Schoot je hem nou in je hand? Ja. Doet dat geen pijn? Oké, maar dat is zeg maar niet wat ik wilde laten zien, want ik heb iets anders bij me, wat echt super leuk is, en het was maar een paar euro. Oh ja, muffins, die heb ik gisteren gekregen van mijn fan. Check dit, gast. Mijn eigen basketbal game. Jij loopt soms echt winkels in en koopt de meest onzinnige dingen die je kan vinden. Hé, een GoPro batterij. Die kan ik ook wel goed gebruiken. Ja, klopt. Ik loop gewoon soms een winkel in en dan kijk ik gewoon voor grappige dingen. En dit is echt geniaal. Oh, die kan je ergens opplakken? Ja. Die wil sowieso op de auto plakken.
op de spoiler. Kijk, die zit goed vast. Dit is toch geniaal, zeg eerlijk. Maar je moet nu ook wel denken hoe je gaat schieten, toch? Ja, nee, let op. Oh, hij kwam niet ver genoeg. Ik denk wel dat het te halen is. Maar ik heb een veel beter idee hoe veel verder kan. Ja, ik ook. Van de boven. Wij moeten niet zo, je doet het verkeerd. Je doet kijk op het plaatje. Je moet hem zo trekken, ja. Oh my god, dan gaat hij veel verder. Ik heb het verkeerd gedaan. Ja. Maar je hebt hem helemaal krom gebogen. Je hebt hem al gewoon helemaal vernacheld. Nee, ik heb hem verkeerd onderin gedaan. Ja, ik heb die instructies ook niet gelezen. Ik heb gewoon, ik dacht klik. Ja, het was wel klik, maar ja, wel de verkeerde kant op. Toch gast. Echt ziek ver. Ja, oh my god. Oei. We gaan eerst even eentje doen vanaf hier. Oeh. Oh. Let's go! En nu nog van ver, hè? Het is mogelijk, maar dat vergt wel even wat tijd, denk ik. Maar goed, ik ga mijn best doen. Oh! Nee! Hij was erin en hij zei er weer uit. Nee! 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 Zagen jullie dat? Oh mijn god! Hij ging er weer uit! Oh, dit was echt de ziekste poging tot nu toe, maar we gaan het fixen. We gaan het fixen. Oh, oh. Bijna mensen, bijna! We zijn er zo lang mee bezig geweest. Oh, er staat bijna 20 minuten op de teller van de camera met opnemen. Wow, die was echt sick. Dit was helemaal vanaf hier gewoon, hè. Besef eventjes mensen, dit was gewoon 1, 2, 3. Nou, was zeker 5 meter. Ja, en laat staan hoe klein het rondje is, hè. Dit is niet normaal. Echt sick, dit was sick. Gewoon op de spoiler. Wat staat daar voor ruimteschip dan? Wow! Recht in het midden. Geef me over. Je wordt balanschraap, vriend. Het mooie was, ik kwam hier op de hoek en precies toen draaide je om. Dus ik stond echt al even. Toen was het... Oh, kak. Ah, oh, shit. Later. Hey. Dat is wel spannend, hè? Ik ga nog een keertje schieten. Deze komt echt ver namelijk, hè. Ah, precies naar binnen. Later. Oké, dat was lachen. Ik leg deze weer achterin. En we gaan nu weer helemaal ergens anders heen. We gaan nu naar Haarlem. Dus dat is weer 1,5 uur rijden vanaf Apeldoorn daarheen. Dus... veel auto rijden vandaag, maar het is wel gewoon, het was wel even gezellig hier, was wel leuk. En ik heb even een offerte opgevraagd. Balletjes raperen. Sorry, dankjewel. Dit is het laatste, hè? Ja, ja, dit is het laatste, ik ga er nu vandoor. Ja, doei, doei. Ik had er helemaal niet aan gedacht om ze op te rapen, sorry. Maar ik heb even een offerte opgevraagd hier zo bij een bekledingbedrijf. Want als jullie kijken naar mijn stuur, dan zie je dat dit helemaal af is. En ik weet nou niet precies hoe je deze stof noemt. Er zullen vast wel mensen zijn die kijken die dat weten. Maar ja, hier pak ik dus altijd mijn stuur aan vast. Enzo, wat lul je nou weer raar. Je snapt wat ik bedoel. Dit is gewoon af. Het moet nieuw gefixt worden. Het kan niet meer gemaakt worden. Het is echt gewoon af. En aangezien dit een stofbedrijfachtig iets is, kunnen ze dat fixen. Maar ze hadden niet precies deze kleur hier liggen. Dus ze gaan dat even allemaal opvragen. Zo. Dus dat is wel mooi meegenomen. Dus... binnenkort wordt het waarschijnlijk vernieuwd en dan kan ik het weer lekker vastpakken. Want nu is het echt heel erg ruw en haast een beetje plakkerig. Dat is niet de bedoeling. Hé, hey, later mannen! Hey yo! Ja, iedereen verwacht dat ik dan zeg maar echt keihard vol gas met veel kabaal wegrij. Maar mijn auto is koud, de motor althans. Dus dat doe ik niet graag, zeg maar. Maar goed, we gaan weer onderweg.
Dit zie je ook steeds vaker, hè? Van die fietsers met een kenteken, helmpje op en gaan met die handel. En dat kenteken is omdat ze zo hard gaan. 45 of 50 km per uur, zoiets. Daarom moet je soms best wel goed oppassen bij rotondes. Als je een autorijbewijs hebt en een auto rijdt. Waar zeg maar fietsers voorrang hebben. Of dan niet in één keer zo'n fietser komt aangeschezen. Mjong. Ja, jee. Ook al moeten ze ook vaak op de weg rijden. Maar dit is een 80 weg, dus we moeten sowieso het fietspad. Maar goed, ik ben er bijna. Nog 7 minuutjes. Wauw. Dan is het ook alweer 6 uur. Woe. Tijd gaat snel, mensen. Ik heb er ook echt lang over gedaan. Hey man. Zo, wat een lengteverschil tussen jullie, hè? Hij wordt nogal... Hij past 2 keer in jou. Zeker, als hij ouder wordt, wordt hij langer. Alles lekker? Ja, lang niet gezien, man. Ja, goed je te zien, man. Ja, check deze wagen, hé. Kaboom! Ja. Dit is een tank, dames en heren. Dan denk je dat mijn auto een tank is, maar dit is echt een multitank gewoon. Deze moet eigenlijk een keer op de rollenbank staan en dan getest worden. Dit is lijp. Kijk die luchthapper hier. Holy shit. Luchthapper groter dan mijn carrière. Kijk die velgen dan. Ja jongen, dit zijn gewoon schijven. Dat is niet normaal. Bulletproof. Ja echt hè. Kogelwerend dit. Zo ziet het er wel uit. Nou in ieder geval, we gaan even naar binnen. We gaan lekker smikkelen. Sonny en ik hadden het er net over. Dat bij zo'n all you can eat ga je altijd gewoon veel te gek. Helemaal los. Dus dit is zeg maar de eerste ronde. Sushi, pasta. Lumpia, saté saus en pizza. Ja, dit is een goeie. Dit is zeg maar wat ik ook altijd heb. Een beetje een neppe sushi eten ben jij. Gewoon, ja. Geen vis, gewoon alleen maar komkommer. Geen andere. Nee, dat heb ik ook. Ik ben ook niet helemaal van alle sushi, maar gewoon voornamelijk komkommer of kip. Het is ons geen eens gelukt om een derde ronde te doen. 2 rondes waren we klaar. Valt me wel tegen van jou, gast. Je bent bijna 2 meter. Ja, maar ja. Waar moet ik het laten dan? Daar heb je in zeker... benen laat ik het niet. Ja, maar zeker het dubbele van mij. Dus je had zeker 4 keer moeten opschrijven. Nee. Dan kan ik over een jaar rollend over straat heen. Als je een pizza bestelt, eet je dan gewoon een hele pizza al? Dat lukt wel. Nou, ja, ik ga niet een half eten en de rest weggooien. Nou, als je niet meer op kan. Nee, een hele of pizza eet je 2 pizza's? Nee, ben je geen Nee, ben je pizza. Niet zo'n goede eter? Nee, hoe ben je ooit zo lang geworden? Je moet je goed eten? Veel klim opgegeten, man. Veel klim opgegeten. Oh, en veel wel schoppen onder je kont krijgen. Ja, was je zo'n stout jongen vroeger? Nee, het valt mee. Ja. Oké, goed. We doen gewoon lekker mee. We zijn bij het Ajax-stadion. We gaan naar Ajax. Wat gaat het worden? Nou, het moet in ieder geval 2-0 worden en dan in de verlenging scoren willen ze doorgaan. Of wordt gelijk 6-0 en we zijn klaar. Wat denk je? 6-0. Nou, we gaan het zien. We gaan het in ieder geval naar ons zin hebben. Dat wordt superleuk. Ik kan wel een voorspelling doen. Ik zeg 3-0. Oké. Ik zeg 2-0, verlengen, 3-1. Nee, 3-0 ook. Zo moeilijk. Hier. Ja, ik weet niet. Tot nu toe heb ik alles fout voorspeld, dus laat hem aan. Ze maar gewoon winnen. Is mijn vriend er? Mijn vriend. Hey. Ja hoor. Wat een toppetje. Hey. Zijn we weer? Goed hoe is het? Man. Ja, lekker. Ja, leuk man. Ja. Goed je weer te zien. Ja. Nou, is het een beetje te doen met kou of? Ja, lekker binnen zo meteen. Oh, ik zag hem al aankomen. Ik denk even gedag zeggen. Super man. Hey, fijne best. Hey, ik zie je vanavond nog wel. Is goed. Hoi. Hoi. Zo'n toffe gast ja, is dat. Ja, echt niet normaal. Staat je goed die auto? Ja. Daar gaat mijn auto. Oi. Ja, het is valet parking omdat het heel erg druk is vanavond. Dus dan geef je je sleutel af en dan parkeren ze de auto helemaal daar verderop. Dus daar rijden ze nu heen. Bye bye auto. Ik vertrouw het allemaal. Aan het einde van de avond kan ik gewoon naar iemand toe van de valet parking die hier werkt. En dan krijg ik de sleutel en dan kan ik weer weg. Maar goed, de wedstrijd. Ik heb er zin in. Mochten jullie afvragen, hoe kom je nou in godsnaam in één keer hier bij een wedstrijd? Niels die heeft me ooit een keertje uitgenodigd hier. En dan zitten we in de Skybox, 202. En dat schijnt dus de gezelligste Skybox te zijn die er is. Als je erin komt. Als je erin komt. Maar dit wordt leuk. Ja. Zeg je mooi. Oké, dames en heren, de wedstrijd gaat beginnen.
film hoor. Met 5 minuten 1-0 achter. Maar nu met 10 minuten is het 1-1. Je hoort het ook wel, iedereen is. Nou, dames en heren, de wedstrijd is afgelopen. Althans, als het fluitje gaat. Ja, dit was het fluitje. Verloren. Verloren. Dat was het. Op dit, hè? Wat daar rijdt, mensen. Kijk daar, mensen. Dit is toch fantastisch. Dit is het hoogtepunt van de avond. Moet je hem nou zien rijden. Wat een mooi apparaat. Er is dus blijkbaar een of andere guy op het veld gerend. Terwijl het echt al 3 kwartier na de wedstrijd is. En die wordt nu door beveiliging eraf gehaald. Echt heel apart. Hij doet ook zijn handen in de lucht nu. Wat een kaai, joh! Ja, gelukkig zijn er nog mensen die ook wel gewoon vrolijk zijn na zo'n avond. Nee, maar pas wel op, hè? Pas wel op, hè? Wat? Hoppakee, doet hij even hoor. Dat was de afsluiter. Ja. Lekker man. Dan denk je dat je het hebt uitgespeeld met de Lamborghini Urus en dan zie je dit. Dan zie je dit. Dit is gewoon... Dan denk ik heb zelf een RS7 onder mijn reet, hartstikke mooi. En dan zie je dit. Dit is gewoon eindbaas, dit is eindlevel. Kogelwerende wieldoppen, ik bedoel... Gast! Maar is hij dan iemand die zeg maar beschermd moet worden of zo? De overheid, die kogelwerende... Ja joh, kijk deze luchthappen. Urus heeft iedereen. En Urus heeft iedereen, maar deze niet. Deze gaan we. Ik word er maar één. Dit is bizar. Mag een foto met u? Mag jij met u? Mag ik een foto met u? 57. Kijk, je kijkt dit logo ook op de grond. Ja, ik ga niet rijden. Nee, maar gewoon starten. Ga je hem starten? Gast, je gaat echt verbazen wat voor geluid hier uitkomt. Ja. Je gaat echt schrikken, hè? Zo. Nu kan ik vastgeven. Nee! Hey, nog een keer. Yo, wat een ding, man. Nog één. Normaal, nog één keer. Yo, dit is echt... Dit is ziek, hè? Maar ook gewoon... Je zit gewoon echt in een soort van tank of zo. Maar kijk die verlichting ook overal. Ja, het is echt bizar. Dit is echt bizar. Dit is heel bizar. Nog één keer gas. Je hebt die gewoon senseo. Nog één keer. Oh. Ja, deze auto is echt bizar. Hey Joep, gaan we nou een ref battle doen? Ja? Oké, geef jij eerst gas dan. Oké, nu komt hij voor mij, ja? Oké, nu komt de Urus. Ja, wat moet ik doen? Ik ken hem niet. Ik denk dat het gelijkspel is. Dat is allebei echt knijtersdik. Echt sick. Het is ondertussen 2:30. En ja, we hebben je broer afgezet net thuis. Klopt. En we zijn nu bij jou thuis. Ja. Ik ga voor de eerste keer jouw crib zien. Ja, ik ben er nog steeds heel blij mee. Je woont hoog. Ik woon heel hoog. 12 hoog. Ja. Dus het uitzicht is best wel bizar. Vind ik nog steeds. Gewoon elke dag als ik
overdag of in de avond. Dan sta je daar in je naakje met je broodje chocopasta. Ja, voor het raam, zo. En gewoon zo te chillen, lekker te chappen zo. Oké, cool, we gaan naar binnen. Ja, let's go. Oké, we gaan nu de katten zien van Roy. Hey! Is dit Edgar of Scoop? Dit is Scoopy. Scoopy, Scoopy. Hey, Scoopy. Hey, hallo. Hallo. We zien allebei helemaal niks. Hé, hey, wat ben jij een mooie? Oh, mooie kat hoor, dit. Dat is top, hè? Hé. Hey. Hey, Google. En we lichten in de woonkamer aan. Wow, yo. Sick hoor. Hé. Hey. Dit is Edgar. Hi, Edgar. Hé. Hey. Dat zijn allebei echt super lief. Mooi wonen dit, man. Ja, lekker, hè? Ja, goed, man. Lekker voor elkaar. Ik sta in de lift. Ik ben onderweg naar beneden. Ik ga naar huis. Ik heb nog even gezellig gekletst met Roy. Ik had hem al een tijdje niet gezien. Het is 2:30 in de nacht. Het is een latertje. Ik ben ook echt wel heel erg moe. Het was wederom weer een lange dag. Ik moet zeggen dat ik nu echt wel heel erg blij ben dat ik in bed lig. Het is 3:30 ondertussen, dames en heren. Ik heb hier een lekker bakje kwark. Dat wel. Met nog wat drinken. En een lekker bruistabletje met vitamine. En dan ga ik slapen. En dan ga ik niet al te vroeg opstaan morgen uiteraard. Maar hopelijk zijn jullie morgen weer bij. Dan komt er een gloednieuwe vlog. Zoals elke dag om 4:00. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol power!